lijkt een beetje op een opruiende tweet van deze ambtenaar. En ambtenaren die zijn onschendbaar in Nederland. Jo, ik geef hem even aan jou door. Nou, zoals ik al zei, er is heel veel interactie gekomen op die tweet van agent Johan Dubbeldam. En om dat een beetje kenbaar te maken, ga ik een aantal van die tweets voorlezen voor de mensen die geen Twitter hebben of die dat helemaal niet voorbij hebben zien komen. Ik heb een aantal opgeslagen. Er is iemand die zegt van: het begint met de erkenning dat jullie als politie tijdens de coronatijd, maar ook daarna, het vertrouwen enorm geschaad hebben. Er was geen respect. Mensen werden niet als mensen behandeld, maar als wappies waarop gemapt kon worden. Dat soort praktijken, daar is misgegaan. Begin daarmee, alvorens überhaupt te praten over zaken zoals het WEF. Er is iemand die zegt: persoonlijk alleen maar bang geworden voor de politie. Ging met angst en beven mijn demonstratierecht uitvoeren. Rende tijdens de avondklok stiekem naar huis. Vertrouwen krijg je niet terug met een gesprek, maar met daden. Bevel. Is alvast geen goede basis. Sorry hoor, vertrouwen was al niet hoog, maar wat er tijdens corona is gebeurd, is het vertrouwen in de politie voor altijd weg. Het is zo dat de politiehaat is voor teruggekomen. Zelfs bij mijn kinderen wordt tijd dat de politie neergeknuppeld en het ziekenhuis ingeslagen wordt. Aldus iemand op Twitter. Iemand die schrijft: een waterkanon op het hoofd van een demonstrant die vervolgens met permanente hersenschade door het leven moet, is inderdaad een afweging omwille van de volksgezondheid. En deze persoon die reageert op een tweet ook van politieagent Johan Dubbeldam. Die schrijft: dat is een kort door de bocht conclusie die geen hout snijdt. Besluitvorming bij een demo ligt complex. Demonstratierecht heeft een beperking, onder andere openbare orde of volksgezondheid. Daarin worden afwegingen gemaakt. Er is iemand die zegt: de reacties lezende Johan, is jouw initiatief kansloos en maakt het alleen maar nog erger. Jullie hebben een hele groep onschuldige mensen de afgelopen jaren misdadig behandeld. Zolang er geen verantwoordelijkheid wordt afgelegd met bijpassende strafmaat, komt dit nooit meer goed. Weer iemand die dat in een reactie geeft op Twitter, dus op de tweet van Johan Dubbeldam. Beste Johan, praatjes vellen geen gaatjes. Dat is een typfoutje. Ik ben gearresteerd bij een demo. Ik ben bij de demo's geweest. Ook al vond ik dat soms echt eng. Door jullie. Dingen gezien die nooit meer weggaan. En nu kijk ik naar XR. Nee, jullie moeten eerst eens in de spiegel kijken. Zegt nog iemand op Twitter. Nou ja, het feit dat je überhaupt je medemens in elkaar slaat zonder gegronde reden, denkende dat je goed doet. Onze samenleving is flinterdun. Ik begrijp nu sinds de laatste 4 jaar hoe het heeft kunnen gebeuren in WW2, Tweede Wereldoorlog. 99% van het volk deed mee met de bezetter. Dapper, maar zinloos. Er zijn nooit plenair excuses aangeboden voor de mishandeling van een grote groep vreedzame burgers tijdens corona. Dus daar hebben jullie ook nu geen mandaat voor gekregen. Opdracht is opdracht, toch? Ook weer een tweet. Voor corona was ik de onnozelaar die dacht dat het leven in Nederland vrij en veilig was. Ondanks de kostenverhogende ideeën van de regeringslieden om hun eigen zakken te vullen. Vanaf corona bevond ik me opeens in een dictatuur met hulp van de politie. Onvoorstelbaar voordien. Ook weer iemand die dat reageert. Nou ja, de foto van een meneer die neergeknuppeld is door een politie te paard gaat rond in de berichtenreacties. Daar staat bij: daarom vertrouw ik geen enkele agent meer, marionettenpoppen van WEF-consorten. Dat is wat iemand schrijft. Volgende keer staan jullie gewoon weer aan de verkeerde kant, blind orders op te volgen, want bevel is bevel. Politie is niet je vriend. Dat is ook een tweet. Nou ja, kortom, dit is nog een hele lange, die kan ik misschien zo nog eventjes doen. Er is zoveel negatieve reacties opgekomen. Dus ja, dat is nu wel duidelijk bij de politie hoe het volk over de politie denkt.